Hoi en welkom op FEM. Vandaag ga ik jullie vertellen hoe je met weinig budget samen met je vriendje of je date of je partner toch wat leuks kan doen. Ik heb al langer dan 10 jaar een relatie en mijn vriend en ik hebben door de jaren heen onze favoriete activiteiten gevonden die eigenlijk bijna geen geld kosten. Dus die deel ik graag met jullie. Ik begin met 5 dingen waar je een klein budget voor nodig hebt. Nummer 1, heel cliché en ik denk dat iedereen wel kent, en dat is naar de bios gaan. Zeker als je een eerste date hebt is dat natuurlijk heel handig, want dan hoef je niet per se daten met elkaar te praten. Maar ja, mijn vriend en ik gaan ook heel vaak naar de bios. Wij hebben ook zo'n unlimited pasje, dus dan is het helemaal voordelig als je vaak gaat. Maar zeker voor een date, bioscoop, je hoeft echt niet helemaal drinken en eten te kopen en zo. Dat is vaak het duurste, de popcorn en zo. Maar gewoon naar de bios gaan, een filmpje bekijken, later erover kletsen, wat vind je ervan? Dat is eigenlijk al heel erg leuk. Nummer 2, naar een museum gaan. En nou is het zo dat er inderdaad wel wat duurdere musea zijn. Als ik denk aan alle grote musea in Amsterdam. Maar zeker als je nog student bent en zo, dan kan je vaak heel voordelig naar een museum. En zoek eens bij je in de omgeving. Wat zit er? Soms zit er wel een klein museum ergens verstopt dat je helemaal niet kent. En hoe leuk is dat om samen iets te leren en te bekijken? Ja, het is echt heel leuk. Het is leuker dan je zou denken. Nummer 3, de arcade. Wij vinden het echt super leuk om naar de arcade te gaan. Bijvoorbeeld in Scheveningen heb je een super leuke arcade. En het is helemaal aan jou hoeveel geld je daar uitgeeft. Je kan gewoon met 5 euro gaan en dan doe je 5 verschillende spelletjes. Of je gaat met 10 euro. En het is gewoon zo leuk om spelletjes te spelen. En in de arcade kan je lekker knallen en slaan. En oké, dat klinkt heel fout, maar ik bedoel, het is wel echt datewaardig, zeg maar. Uit eten gaan vinden veel mensen al best wel duur, maar je hoeft natuurlijk niet helemaal naar restauranten uit eten te gaan. Je kan ook gewoon een drankje doen. Ga je gewoon lekker met z'n tweetjes op het terrasje zitten of in een restaurant. Gewoon alleen even wat drinken, koffie of wat dan ook. En gewoon gezellig kletsen. Drinken is ook niet verkeerd. Je hoeft niet voorhoofd nagerecht. Je kan ook gewoon een drankje doen en vaak wordt dat ook al heel gezellig. En nummer 5, nu we het toch over eten hebben. Wat ik al zei, uit eten kan duur zijn. Maar je kan ook bijvoorbeeld samen gezellig thuis blijven en een pizza bestellen. Dus ook een soort van. Het is zeg maar niet je eigen eten klaarmaken en zo. Een soort van buiten de deur eten, maar toch niet helemaal. En het is gewoon gezellig, pizzaatje eten. Want pizza is niet zo duur als in een restaurant gaan eten. Dus dat scheelt. En dan, gezellig iets kijken of zo. Dat is ook al een date, ook al is het thuis. Heb je nou helemaal geen budget, dus 0 euro, dan komen hier maar 5 tips voor dingen die je kan doen zonder enig geld uit te geven. Tip 1, onze favoriet, wandelen. Je kan overal wandelen, door het bos, bij het strand, door de stad, gewoon slenteren, gezellig. Wij vinden dat vooral heel leuk in de zomer, dan gaan we gewoon hier lopen en dan gewoon door Den Haag en door het bos en ja, je ziet al waar je uitkomt. En wij doen ook heel vaak een geocache. Dat is ook zoiets. Dat is eigenlijk ook, kan je ook gratis doen. Moet je maar even opzoeken wat dat is. Daar heb ik wel eens een artikel over geschreven ook. En dat zijn van die dingen. Gewoon buiten zijn. Buiten zijn. Met z'n tweetjes. Gezellig kletsen. Hoef je niks voor uit te geven. Is hartstikke gezellig. 2. Series kijken. Daar hoef je eigenlijk in principe ook niet veel voor uit te geven. Je kan Netflix nemen. Daar betaal je wat voor. Je kan ook heel veel online vinden gewoon. Ik vind het heerlijk om een hele avond gewoon een heel seizoen achter elkaar te kijken van een serie. En wij gaan door een soort fases heen van series. We zitten nu bijvoorbeeld in How I Met Your Mother. En dat is echt een hele leuke serie. Echt een aanrader. Zeker om als stelletje te kijken. En gewoon een lekkere comedy of ja, een thriller of zo als je dat leuk vindt. In ieder geval een serie waar je samen met z'n twee helemaal in zit. En daar hoef je echt eigenlijk niet zoveel voor uit te geven. Eigenlijk niks. Het is gewoon een lekker leuke activiteit. Op de bank hangen en series kijken. 3. Samen koken. Natuurlijk moet je boodschappen doen, maar je moet sowieso eten. Dus je moet boodschappen doen voor je avondeten. Maar het is echt heel leuk om met z'n tweeën te koken. Wij doen wel eens, we hadden bijvoorbeeld een keertje sushi gemaakt. En daar waren we echt al 3 uur mee bezig. Maar het was zo gezellig en zo leuk. En later dacht ik vond het gewoon nog leuker om dat samen te doen. Sushi rollen en plakken en doen en zo. Dan het opeten. Wat ik natuurlijk ook geweldig vond. Maar het is gewoon zeg maar zo'n activiteit. Dus samen het avondeten klaarmaken. En elkaar dingetjes ook leren. Het is echt heel leuk. Samen spelletjes spelen, daar hoef je ook in principe niks voor uit te geven. Je kan ook online spelletjes spelen. Wij gaan wel eens een hele dag gamen. Dus dan zitten we om de beurt of één alleen maar gewoon de hele tijd te gamen. En dan de ander daarnaast met oeh, doe dat, oeh. En dat is echt heel gezellig. Je moet wel een beetje van spelletjes houden, maar ja, je kan ook bijvoorbeeld bordspellen doen. Of kaarten. Dingen die je al in huis hebt. Maak er een leuk spelletje mee. En tenslotte dansen. Klinkt misschien een beetje gek, maar eigenlijk is het heel romantisch. Zet eens een YouTube danstutorial aan en ga met z'n tweeën dansen. Wij doen dat ook wel eens en het is gewoon eigenlijk
heel erg leuk. Dus gewoon muziekje aan, dansen, tutorials kijken van bepaalde moves en met z'n twee oefenen. En het is echt een soort van, ja, me-time. Ik weet niet, als je bijvoorbeeld in een discotheek staat, dan zijn er zoveel mensen om je heen terwijl je met z'n twee staat te dansen. Maar met z'n tweetjes privé is echt zo romantisch en leuk en fun. Het is ook nog eens eigenlijk een soort van workout. Dus hey, alles bij elkaar. Heel leuk en gratis. En dit waren mijn 10 tips om wat leuks te doen met z'n tweetjes met heel weinig budget of geen budget. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel weer. Doei!